Snuf is zeeziek. Snuf gaat voor het eerst varen op een hele grote boot. Helaas wordt Snuf zeeziek. Vandaag gaan Snuf en mama naar Texel. Dat is een eiland, helemaal boven in Nederland. Om op het eiland te komen, moeten Snuf en mama met de boot. Snuf is nog nooit met de boot geweest. Dat is best spannend. De boot komt er al aan. Het is een hele grote boot waar zelfs auto's op kunnen. Snuf kiest een plaatsje binnen bij het raam. Het waait erg hard. Dus Snuf wil liever binnen zitten. Zo heeft zij toch het mooiste uitzicht. De boot begint zachtjes te varen. Snuf voelt dat de boot wiebelt. Als ze een eindje verder op zee zijn, begint de boot erg te schommelen. Snuf houdt mama goed vast. Dan voelt Snuf zich ineens niet zo lekker. Ze heeft een gek gevoel in haar buik. Mama, ik voel mij zo misselijk, zegt ze sip. De boot schommelt door de wind. Daarom ben je een beetje zeeziek, zegt mama wijs. Mama weet daar wel raad mee. Wacht hier, dan ben ik zo weer bij je terug, zegt ze tegen Snuf. Snuf blijft sip achter op de bank. Niet veel later komt mama alweer terug. Wat heeft zij daar in haar hand? Het is een dienblad met een glas water en een kom soep. Het beste wat je kunt doen als je een beetje zeeziek bent, is water drinken en een licht hapje eten, zegt mama wijs. Eigenlijk heeft Snuf helemaal geen trek. Maar de eerste hap smaakt al zo lekker, dat ze haar misselijkheid al snel vergeten is. In de verte ziet Snuf het eiland al. Ze zijn er bijna. Dan vraagt Snuf zachtjes aan mama. Als ik op de terugweg weer zeeziek ben, mag ik dan nog zo'n lekker kopje soep? Mama lacht. Dat vindt zij een goed idee.